Ja, ik wil even beginnen met dat jongens en meisjes, die zijn heel verschillend. Jongens zitten heel raar in elkaar, hè? Weet je dat of niet? Dat moet je wel weten als meisje zijnde, want anders dan snap je er helemaal niks van straks, als je verkering krijgt en zo. En jongens moeten ook weten hoe meisjes in elkaar zitten. Want als ze denken dat meisjes hetzelfde zijn als zij, dan krijg je hele rare toestanden. En daarom wil ik daarmee beginnen alvast, van waarom God ons zo verschillend heeft gemaakt. Waarom God jongens en meiden zo ontzettend verschillend heeft gemaakt. En een van die grote verschillen, ik zal eerst even zeggen wat seksualiteit is eigenlijk, hè? Want dat is ook nog een punt, we gaan het over seksualiteit hebben. En ik zal even laten zien hoe dat, dit is een jongetje, zo. Ik teken geen mooie kereltjes en zo hoor, het is een beetje zo. Het is een jongetje en dit is een meisje. Zo. Nou, ik kan wel zien dat het een jongetje en een meisje is, hè. Zo. Nou, en nou zijn jongens die zitten anders in elkaar dan meisjes. En wat is er nou bij een jongen anders dan bij een meisje? Dat is dat een jongen die reageert heel sterk op wat hij ziet. Een meisje kan zich dat niet voorstellen, maar een jongen die reageert er heel sterk op. Dat als hij een jaar of 10 is, of 11, dan begint het meestal, bij mij begon het wat later. Ik ben een beetje een laadbloeier. En dan loopt hij langs de weg zo, hè, dus Kevin, zal ik maar zeggen. En dan ziet hij een poster voor lingerie, hè, of badkleding. En hij staat er naar te kijken en dan krijgt hij een lekker gevoel als hij ernaar kijkt. Dat is raar. En dan gaat kijken of er nog meer van die mooie plaatjes zijn. Hè. En dan komt hij thuis en dan ziet hij de Wekamp-catalogus liggen. En er staat ook allemaal reclame in, hè, voor badkleding en ondergoed en zo van meiden. Het is helemaal niet voor hem bestemd natuurlijk, maar het is voor die meiden die dat nodig hebben. Maar mannen en jongens die kijken er ook graag naar. En dat komt gewoon omdat ze als ze daarnaar kijken, dan krijgen ze een lekker gevoel. En dat lekkere gevoel, dat is hun seksualiteit. Het is een hele sterke energie. En alle jongens die hebben ermee te maken. Dus als je vroeg of laat, dan begint dat. En dan kijk je naar meer van die dingen en dan ga je het eigenlijk, ja, dan ga je het eigenlijk een beetje beoefenen, of je gaat het stimuleren. En dat is natuurlijk heel erg lekker voor je gevoel. En als er nou niemand is die tegen je zegt van joh, kijk uit, want het is een heel prachtig iets wat je gekregen hebt van God en om het goed te gebruiken. Maar als je het de vrije loop laat, dan is het net benzine. Hè, benzine is ook energie, hè? Dat is mooi in je tank van je brommer. Maar als je het de vrije loop laat, nou, dan berg je dat maar, want als dat eenmaal in de brand vliegt, dan is het niet meer te blussen. Nou, dat is met energie van je seksualiteit, dat is het sterkste, de sterkste energie die een mens heeft in zijn lichaam. En als je het de vrije loop laat, dan is het niet meer te beheersen. En alle jongens die hebben daarmee te maken, tegenwoordig. Toen ik klein was, toen ik oud was als jullie. Klein is wat anders natuurlijk. Maar toen had je geen televisie, je had geen internet. En alles wat netjes. Hè, en ook ja, in de krant en tijdschriften. En ook, daar kwam je weinig tegen waardoor je dit gevoel kreeg. Dan moest je echt naar zoeken. En ik weet wel, toen ik zo oud was als jullie, deed dat ook. Dat was nieuwsgierig gewoon. En ook stom natuurlijk. Maar bij mij ging dat niet zo snel. Maar nu tegenwoordig komt er van alles op je af aan erotisch geladen toestand, dus allerlei dames die je dan ziet, op plaatjes of hoe dan ook, die heel schaars gekleed zijn, dan krijg je dat gevoel. En dan moet je goed mee om leren gaan, want anders dan loopt het helemaal uit de hand. En als je dan nog een keer op school natuurlijk jongens tegenkomt die een iPod hebben of een iPhone met internetverbinding, nou, dan kun je nog wat meer zien dan dames in badkleding natuurlijk. En van het een komt naar het ander. En dan zie je dat op het ogenblik, nou praktisch alle jongens, die raken eraan verslaafd. Dat is een van de sterkste verslavingen die er is. Is ook de lekkerste verslaving, want je hoeft er niks voor te betalen, het wordt je aangeboden. Je wordt er niet misselijk van, zoals met roken eerst. Of met drank moet je ook betalen en zo. En dan krijg je niet gratis. Maar dit is voor iedereen, komt zo sterk op iedereen af, dat is heel moeilijk om daar nee tegen te zeggen. En dan zie je dus voor je ogen dat bij alle jongens, ja, die raken dan verslaafd, een uitslaande brand, wat niet meer te blussen is.
En dat is heel lastig. Nou, en dan zeg je, ja, meisjes dan, hebben die dat dan niet? Nee, die reageren niet op wat ze zien. Zozeer, ja, ze vinden wel aardige jongens natuurlijk. Als ze een aardige jongen zien, dan zeggen ze, oh, dan een leuke jongen is dat. Maar ze krijgen er geen, niet van die hele lustgevoelens bij, van die hele sterke emoties bij. En er is nog een ander ding, dat heb ik nog vergeten te zeggen. Maar jongens, dat als ze een jaar of 12 zijn, denk ik, bij de ene is vroeg, bij de andere laat, dan ga je dat spul aanmaken wat nodig is om een kind te kunnen verwekken. Hè? Sperma noemen ze dat. En op een gegeven moment heb je te veel daarvan en dan raak je het kwijt, hè? Dan moet je het weer kwijt. En dat kwijtraken van sperma, dat geeft ook dat lekkere gevoel. Hè, dat krijg je dan, daar kun je niks aan doen, dat is gewoon zo. Hè, dus die twee dingen, die maken dat een jongen van het begin af aan, is die dus actief, kun je zeggen. Hè? Is die wakker, wat betreft hun seksualiteit. Je hoeft hem niet te zeggen wat dat is, want dat weet hij gewoon. En nogmaals, als je daar niet goed mee omgaat en je gaat het stimuleren, kunstmatig, hè, door allerlei dingen te gaan bekijken en alle, nou ja, dan wordt het steeds erger. En dan, ja, dan, kijk, als je dus, wat gebeurt er nou als je, bij een jongen, dat kan ik ook wel even vertellen. Kijk, als je dat ding wat een jongen heeft, waardoor je ziet dat het een jongetje is, hè, dat heeft allemaal een bepaalde naam. Ik begin allemaal met een P, ik weet niet waarom. Het is gewoon zo, hè? Maar ik noem het maar Manneke P. van Brussel. Ik kom uit België. Hè? Maar dat is het dingetje waaraan je kunt zien dat een jongen een jongetje is. Nou, als een jongetje klein is, dan kan hij maar één ding. Dat is plassen natuurlijk, gelukkig maar. Maar als het groter wordt, dan wordt dat dingetje multifunctioneel. En dat gebeurt als hij dus, nou, dit soort dingen krijgt. Hè? Dus als hij naar dat lekkere gevoel krijgt, dan heeft het ook invloed op die Manneke P. Want die gaat in de houding staan. Eerst een heel slap kereltje. He, dan kan hij alleen maar plassen. Maar als hij multifunctioneel is geworden, dan kan hij ook, dat kleine kereltje, kan dan plotseling in de houding gaan staan, wordt een stevige kerel. En het is ook nodig om dan dat spul wat nodig is om een kind te verwekken, op de goede plek te krijgen natuurlijk later. He, daarom gaat dat kereltje, dat wil aan het werk als hij dit ziet. He, als hij daarmee geconfronteerd wordt. Nou ja, en er is natuurlijk niks om, ja, er is helemaal niks natuurlijk, want dat is alleen maar een plaatje wat hij ziet, of een filmpje, of wat ik voor wat. Nou ja, dan dat Manneke P, die staat in de houding, die wil aan het werk. En dan vraagt hij erom om over zijn bolletje gestreken te worden. Of dan moet hij zijn zin hebben. Nou ja, binnen de kortste keren ben je eraan verslaafd. Aan zelfbevrediging noemen ze dat. Nou, ik zal straks nog even vertellen hoe je eraf komt. Hè, maar dat is bijna bij alle jongens, ik zou wel zeggen van misschien wel 90% van alle jongens, die hebben daarmee te maken. Maar een meisje dan, hè, heeft hij dan geen seksualiteit? Ja. Maar dat is slapend, daar heeft ze geen last van. Dat is nog, ja, dat heeft ze wel, maar ze merkt er niks van. En wanneer gaat ze er wel wat van merken? Nou, dat is niet door wat ze ziet, maar door wat ze ervaart, door aanrakingen. Zo met een handje tekenen zo, hè. Kijk, als een meisje voor het eerst met bedoelingen, met bijbedoelingen zo, wordt aangeraakt en gezoend, hè, en een intieme zoen krijgt, hè, voor het eerst, dan plotseling krijgt ze hetzelfde gevoel als die jongen als hij kijkt naar die plaatjes. En dan wordt dat seksuele gevoel wat wakker. Hier. En dan krijgt ze iets wat ze nooit meer kwijtraakt. En ze raakt iets kwijt wat ze nooit meer terugkrijgt. Even nadenken, wat laat ze nou kwijt wat ze nooit meer terugkrijgt? Dat is haar ongereptheid. Haar onschuld noemen ze dat. Ja, dus voor die tijd had ze seksualiteit, maar dat was niet wakker. Daar merkte ze niks van. Maar zo gauw als ze dus voor het eerst een intieme zoen krijgt, of op die manier aangeraakt wordt, of geknuffeld op een, hè, met bijbedoelingen om dat wakker te maken, dan komt dat tot leven. Nou, en dan is hetzelfde bij de jongens. Dan, ja, dat zou ze wel meer willen natuurlijk. Zo, en dat doet ze dan ook. Hè, dat kan ik een heel verhaal vertellen natuurlijk van een jongen die dat bij haar wakker maakt. Hè, maar dat raakt ze nooit meer kwijt, dat gevoel. En dus dat is iets wat ze krijgt, wat ze nooit meer kwijtraakt. En wat ze kwijtraakt, dat is haar onbevangenheid, haar ongereptheid, haar onschuld noemen ze dat. En dat is heel jammer, want daardoor is het voor een meisje niet moeilijk om dat te beheersen als ze dat nog slaapt. Ja, want heel veel meisjes die zullen nooit meer, misschien nooit meer trouwen bijvoorbeeld. Ja, ik heb 2 zusjes die niet getrouwd zijn. Nou, die hebben daar geen last van, want die zijn nooit op deze manier wakker gemaakt. Nou, als het dus wakker gemaakt is, hè, dan krijgt ze daar
een hele sterke band mee met de jongen die dat bij haar wakker maakt. Want die leidt haar binnen in een hele nieuwe belevingswereld. Gaat een hele nieuwe wereld voor haar open. En die jongen die dat bij haar wakker maakt, die wil ze daar heel gelukkig mee maken ook. En daarom is het, en dat is Gods bedoeling ook, hè, dat een jongen dus die wakker is, dat hij dat leert beheersen, dat seksuele gevoel, dat hij dat bewaart, totdat hij het meisje ontdekt, hè, en vindt die echt bij hem past. En dan is het de bedoeling dat hij dat meisje in die nieuwe belevingswereld binnenleidt. En dan krijgen ze een hele sterke band met elkaar. En dat is een band voor het hele leven. Dat is Gods bedoeling namelijk. Dat een jongen eigenlijk, omdat het wakker is bij een jongen, is het zijn taak om een meisje die hij lief heeft en waar hij mee een verbond sluit, waar hij mee gaat trouwen, hè, om dat meisje dan wakker te maken en haar die nieuwe belevingswereld binnen te leiden. En als het goed gebeurt, dan is het een hele sterke band. En daarom een huwelijk wat zo op die manier tot stand komt. We hebben zelfs een huwelijk. Hè, mijn vrouw die had dit heb ik bij haar wakker mogen maken. En daarom hebben we een enorme sterke band. We hebben heel veel moeilijkheden gehad, want mijn vrouw heeft een Chinese afkomst. Is een heel andere cultuur, een heel ander geloof. Een andere achtergrond wat geloof betreft. Hè, en een heel ander ras en zo. Dus allerlei dingen waren anders. En daar moest ik echt aan wennen, want ik begreep heel veel dingen niet daardoor. Maar door deze band met elkaar, hè, zo tekenen, dat is liefdeslijm, zou je kunnen zeggen. Dat is zo sterk dat het ons over allerlei moeilijkheden heeft heen geholpen, tot op de dag van vandaag. En daarom is het een hele sterke huwelijksband geworden. Maar als een meisje dus dit ervaart door een jongen die misbruik maakt, die alleen maar erop uit is om een lolletje, of om meisjes een beetje gek te maken en alle meisjes achter zich aan te krijgen. En loverboys, die doen dat ook. Hè, die maken dat los bij een meisje. En dan, nou, hebben ze op een gegeven moment hebben ze er genoeg van. En dan, nou, oké. Okay. En dan denken ze misschien dat de meisje net zo is als zij. Dus ze hebben er helemaal geen moeite mee. En dan laten ze een meisje eigenlijk zitten met dat gevoel. Nou, en dan dat gevoel, dat is niet meer te stuiten. Dus dat gevoel, dat blijft werken. Dus dan krijg je dat het meisje gaat op zoek naar iemand die daarin voorziet. Dus dan krijg je op een gegeven moment dat de meisjes, die worden jongens gek. En die worden soms nog erger dan jongens wat dat betreft. Snap je? En daarom is zo belangrijk, dat is eigenlijk het eerste wat ik wil zeggen, dat een meisje moet heel voorzichtig zijn met haar seksualiteit. Dat ze dat niet opwekt voordat het de tijd is. Dat staat ook in de Bijbel, hè. In Hooglied staat het ook, dat je de liefde niet moet opwekken voordat het haar behaagt, voordat de tijd rijp is. En het is dat je een jongen hebt waarvan je echt weet, nou, die houdt echt van me, die voelt zich verantwoordelijk voor datgene wat hij bij me losmaakt en die geeft mij geborgenheid. Nou, dat is natuurlijk een heel verhaal, hoe je zo'n jongen vindt en zo, hè, maar daar gaat het nu vanavond niet zo over. Ik wil het alleen maar even hebben over dat hele belangrijke verschil, dat je dat moet weten. Dat je als jongen zijnde, dat je je handen thuis houdt. En dat je een meisje een soort van amusement, dat je met een meisje verkering hebt en zo. En helemaal niet aan trouwen of niks denkt, hè, maar dat je het gewoon voor de lol allemaal doet. Is dat duidelijk? Ja, hè? Dus moet je heel zuinig op zijn, hoor. Ik weet niet, misschien is het al mosterd na de maaltijd. Ik hoop van niet. Hè, maar dus dat meisje, die is dus het verschil. Dat de meisje, die is wat dat betreft dus nog onwetend. Tenminste, ze heeft het gevoel nog niet. Totdat ze dat het opgewekt wordt. Nou, dan wil ik even twee verhalen vertellen uit de Bijbel. Van twee jongens die alle twee dat sterke gevoel hadden. Maar die er heel verschillend mee omgingen. Het eerste verhaal, dat staat in de Bijbel. Alle tweede verhalen staan in de Bijbel. Maar het eerste verhaal, dat is een heel afschuwelijk verhaal eigenlijk. Dat wil ik je toch vertellen. Dat staat in 2 Samuel. 2 Samuel 13. Dat gaat over een zoon van David. David die had heel veel kinderen. In die tijd wisten ze nog niet beter. Maar David had bijvoorbeeld veel meer vrouwen dan één, hè. En bij al die vrouwen had hij ook kinderen.
En op een gegeven moment ging het heel erg goed ook in het leger en zo. En nou ja, dat huis van David, daar liepen al die jongens en die meisjes, die liepen daar gewoon en die hadden niks te doen. En die verveelden zich ook vaak en zo. En die meisjes die liepen er schitterend bij, die hadden mooie kleren aan. Vooral als ze nog geen verkering hadden gehad of geen jongen hadden gehad. En liepen ze er heel mooi versierd bij. En die jongens, ja, die, ik weet niet wat die allemaal deden, maar op een gegeven moment, dan gaat het verhaal gaat hierover. Er was een van die zonen van David, dat was Amnon. En die zag al die mooie meisjes, al die mooie zussen, allemaal halfzusjes eigenlijk. En op een gegeven moment raakte hij verliefd op Tamar. Ik zal even een paar versen voorlezen. Daarna gebeurde het volgende. Absalom, de zoon van David, had een bekoorlijke zuster, Tamar geheten. He, dus Absalom was ook een zoon van David. He. Die had een hele knappe zuster, Tamar, geheten. En Amnon, de zoon van David, kreeg haar lief. Ja, hij werd verliefd. En Amnon leed er zo onder dat hij ziek werd van liefde. He. Dat hij zo verliefd was, hij werd er helemaal ziek van. Zo verliefd was hij op zijn halfzuster. Om ter wille van Tamar. Want ze was een maagd en het leek Amnon onmogelijk haar iets aan te doen. En dacht hij dat hij van haar hield. Hè? Hij was vreselijk verliefd op Tamar. En het leek hem onmogelijk om haar iets aan te doen. Hij dacht, hij was helemaal, nou, helemaal gek van het meisje. En nu had Amnon een vriend. En die was zeer, dat was een hele intelligente jongen. En die zei tegen hem, waarom, koningszoon, zie je er elke dag zo bedrukt uit? Zou je het maar niet zeggen? En toen deed Amnon het verhaal. Dat hij Tamar, de zuster van zijn broer, Absalom zo lief had. En toen zei Jonadab, zijn vriend, die zei, weet je wat je moet doen? Ga in bed liggen en houd je ook ziek. En dan moet je tegen David zeggen, tegen de vader, dat wanneer uw vader u dan komt bezoeken, op ziekenbezoek komt, dan moet je tot hem zeggen, laat toch mijn zuster Tamar komen om mij te eten te geven. En als ze dan voor mijn ogen het voedsel bereidt, zodat ik het kan zien, dan zal ik het uit haar hand eten. Nou, dat deed Amnon, hè. Die denkt, nou, dat is een mooi idee, hè. Ga ik op bed liggen en dan vraag ik aan David, mijn vader, of die Tamar wil sturen om het eten te geven. En dan komt ze lekker dichtbij en zo. Nou, hij had een heel plan in zijn hoofd al. En dan gebeurt het ook. Toen ging Tamar naar huis. Even kijken hoor. Toen zong David aan Tamar in het paleis de boodschap. Ga naar het huis van je broer Amnon en bereid hem voedsel. Toen ging Tamar naar het huis van haar broer Amnon die te bed lag. En ze nam deeg, kneedde het, maakte er voor zijn ogen koeken van en bakte ze. En die Amnon die keek alsmaar naar het meisje. Die werd helemaal gek van het meisje. Zo mooi was ze ook. Hè? En daarna nam zij de pan en diende ze die koeken voor hem op. Maar Amnon die weigerde te eten. En zei, laat iedereen bij me weggaan. Toen ging iedereen bij hem weg. Was helemaal alleen. Met Tamar. Hè? Daarop zei de Amnon tot Tamar, breng mij het eten in de slaapkamer. Opdat ik het uit uw handen eten. En Tamar nam de koeken die ze bereid had en bracht die aan haar broer Amnon in de slaapkamer. En dan komt het. En toen ze hem het eten aanreikte, greep hij haar vast en zeide tot haar, kom, ga bij me liggen, mijn zuster. Maar zij zeide tot hem, nee joh, mijn broer, onteer mij niet, want zoiets doet men niet in Israël. Doe toch niet zo'n schandelijke dwaasheid. En ik, waarheen zou ik met mijn schande gaan? En gij, je zou in Israël voor een dwaas gehouden worden. Nu dan, spreek toch tot de koning, want hij zal u mij niet weigeren. He, dus zij zei van, als je echt van me houdt, vraag dan mijn vader, dan mogen we trouwen. He, dan is het tenminste gewoon, dan is het goed. Maar hij wilde niet naar haar luisteren. Maar hij overviel haar, overweldigde haar, onteerde en verkrachtte haar. En wat gebeurde er toen met al zijn liefde? Daarna kreeg Amnon een zeer grote afkeer van haar. Ja, de afkeer die hij tegen haar kreeg, was groter dan de liefde waarmee hij haar had lief gehad. Jongens, dat is verliefdheid, hè? Verliefdheid is zo verraderlijk, is zo bedriegelijk. He, want als je verliefd bent, he, dan ken je de ander niet echt goed. He, maar dan kijk je alleen maar naar het uiterlijk
En dan maak je een voorstelling van die ander. En daar ben je dan ook verliefd. Niet op de ander, echt op zijn hart, nee. Op zijn uiterlijk, of op haar uiterlijk. En dan hou je jezelf voor de gek. Want het is niet echte liefde namelijk. Het is iets wat alleen maar begeerte is. Wat je graag wil hebben. En als hebben komt, hoe staat het ook alweer? Hoe staat het nou? Nou ja, dat is een spreekwoord. Dat als je het eenmaal, als je iets begeert en je hebt het dan, bezit dan plotseling is het... Bezit van de zaak is het eind van het vermaak. Wat? Bezit van de zaak is het eind van het vermaak. Ja, ook het bezit van de zaak is het eind van het vermaak. Maar er is nog een ander. Van, als hebben komt, is hebben... Nee, als... Is dat te laat? Is hebben te laat. Hè? Nou ja, in ieder geval, het is een spreekwoord waar ik niet zo gauw op kan komen. Hè, maar dat is vaak zo als je... Dat is met begeerte altijd zo. Hè? Dan wil je een andere iPod hebben of zo. Of wat anders wat je heel erg graag wil hebben. En als je het echt nodig hebt, dan is het fijn als je het dan hebt. Als je het krijgt. Dan bewijst het dat je het eigenlijk echt nodig had. Wat je echt begeerde. Maar er zijn heel veel dingen die je begeert alleen maar uit hebzucht. En dan heb je het. En dan blijkt het dat je het helemaal niet nodig hebt. En dan is de aardigheid er meteen af. En dan van het een komt naar het ander en zo. Het is een heel groot verschil. Of je iets echt nodig hebt en wat goed is. Hè, of dat je het alleen maar uit hebzucht wil hebben. En als je het dan hebt, dan is er helemaal niks meer aan. Nou, dat was bij Amnon ook zo. Toen hij eenmaal zijn zus helemaal had gekregen. En hij had zich uitgeleefd op dat arme kind. Hè, toen had hij een hekel, kreeg hij zo'n hekel aan haar. En dat staat hier ook. Even kijken hoor. Toen sprak zij tot hem... met het oog op dit grote kwaad, mij weg te zenden is erger dan al het andere dat je mij hebt aangedaan. Maar hij wilde niet naar haar luisteren en riep zijn knecht, die hem bediende en zeide, breng ze bij mij vandaan naar buiten en grendel de deur achter haar, doe de deur achter haar dicht. Zij nu droeg een pronkgewaad, want in zulke lange gewaden gingen de dochters van de koning, zolang zij maagden waren, gekleed. En zijn dienaar bracht haar naar buiten en deed de deur achter haar dicht. Toen strooide Tamar as op haar hoofd, scheurde haar pronkgewaad dat ze droeg, legde haar hand op haar hoofd en ging al jammerende heen. Nou, dat is iets wat dat je denkt, hoe is dat mogelijk, hè? Maar dat heb je als je dus je begeerte, hè, dus dat seksuele gevoel, als je het een vrije loop laat, dan krijg je dit soort dingen. Dan krijg je dit soort begeerte en dan maak je misbruik van anderen. Kijk, als je drank, hè, aan alcohol verslaafd bent, dan heb je drank nodig. Hè? En ben je aan gokken verslaafd, heb je geld nodig. Hè? En ben je aan drugs verslaafd, dan heb je drugs nodig. Maar als je aan seks verslaafd bent, dan heb je mensen nodig. Hè, om je uit te leven. Nou, vaak komt het gelukkig niet zo ver, omdat je... Ja, er zijn allerlei dingen die je tegenhouden misschien. Maar je, ja, al die verhalen die je tegenwoordig hoort, hè, van afschuwelijke toestanden, dat is allemaal gevolg van dat het onbeheersbaar is. En dat je dan mensen nodig hebt en dan word je tot een grote... Ja, dan gebeuren de gekste dingen. Dan maak je mensen ongelukkig mee. Nou, een ander verhaal, dat kennen jullie allemaal, een heel, heel bekend verhaal. Dat is het verhaal van Jozef. Die zat in dezelfde situatie, hè, Jozef. Even kijken hoor, dat staat in Genesis 39. En je weet wel, Jozef die was slaaf, hè, bij Potifar. En die Potifar die had een hele knappe vrouw, want die Egyptenaren die hadden hele mooie vrouwen. En toen Jozef daar slaaf was, en hij was daar aan het werk, dan dat mens dat werd verliefd op Jozef. Hè, die kreeg begeerte, die wilde Jozef van een jongen van een jaar of 20, een hele knappe jongen. En, en die Potifar was vaak weg, dus ze voelde zich een beetje in de steek gelaten, denk ik. En die had behoefte aan seks, hè, met Jozef. En dan staat er... Hierna sloeg de vrouw van zijn heer haar oog op Jozef en ze zei, kom bij me liggen. Maar hij weigerde en zei tot de vrouw van zijn heer, zie, mijn heer bemoeit zich met mij naast zich met niets dat wat er in huis is. En alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand is in dit huis machtiger dan ik en hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan dit grote kwaad doen en zondigen tegen God? En ofschoon zij dag in dag uit tot Jozef sprak, voldeed hij niet aan haar wens bij haar te gaan liggen en omgang met haar te hebben. En op zekere dag kwam hij in het huis om zijn werk te verrichten, terwijl niemand van de huisgenoten daar in huis was. En toen greep ze hem bij zijn kleed en zei, kom bij me liggen. Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter en vluchtte en liep naar buiten.
Nou, Jozef was ook een gewone kerel, hè? Die had ook zo'n gevoel. En had gedacht, nou, hè, dat is een mooi vrouwtje. En ja, zij is aan het hof, dus ze kan wel een goed woordje bij me bij de farao doen en zo. Hij had van allerlei gedachten kunnen hebben. Maar dat deed hij niet. Nou, wat was nou het grote verschil tussen Jozef en Amnon? Dit is Amnon, zo. Zo. En dit is Jozef. Zo. Zo. Nou, ze hadden alle twee hetzelfde probleem. En wat was nou het verschil? Waardoor reageerde Jozef nou zo totaal anders dan Amnon? Nou, dat kwam omdat Jozef, die leefde voor God. Daar leefde hij voor. En dat gaf hem zoveel wijsheid en kracht en motivatie om al de geweldigste verzoekingen te weerstaan. Jozef, we denken wel eens, die mensen van vroeger hadden het veel makkelijker dan wij, want ze hadden geen televisie en geen internet. Maar Jozef die maakt hetzelfde mee als wij, als we achter het beeldscherm zitten. Iedere keer komen er van die pop-ups. En dan, ja, wat doe je er dan mee? Als jongen zijnde. Nou, wat moet je doen als Jozef? Die keerde zich om en die liep weg. En daarom had hij de overwinning. En waarom deed hij dat? Omdat hij voor God leefde. Hij leefde niet voor zichzelf. Terwijl Amnon, die leefde voor zichzelf. Ik. En wat is dat een groot verschil? Jongens, en dat wou ik dus vanavond benadrukken. Dat als je dus wil dat je leven geen puinhoop wordt. Hè, dus dat je verslaafd wordt. Of dat je leven als meisje zijn helemaal verziekt wordt. Hè, doordat je te gauw een ander de kans geeft om je wakker te maken. Hè, hoe kun je dat voorkomen? Nou, dat is dat je zegt, nou, er zijn twee manieren van leven. Je leeft voor jezelf. Of je leeft voor God. En als je voor God leeft, dan word je bewaard tegen al die verschrikkelijke dingen. En als je voor jezelf leeft, hè, daar zit alles aan. Dat wil ik even over. Dat is het allerbelangrijkste wat ik vanavond wil zeggen. En dat staat. En dan moet je even een vraag. Dan wil ik jullie een vraag stellen. Van waarom is de Heer Jezus nou gestorven en opgestaan? Weet je dat? Waarom is hij gestorven en opgestaan? Nou, ik ga dat niet. Ja, zeg het. Ja, ja, om de zonde te vergeven en om de duivel te verslaan en om de dood te overwinnen en ons in contact te brengen met God en ook om Gods liefde te laten zien en zo. Hè, dat allemaal goede antwoorden, maar één antwoord als je het vraagt aan mensen in de kerk of zo. Ik heb pas weer gedaan in Wijngaarden en toen bleek dus. En dan ontbreekt altijd het allerbelangrijkste antwoord. En ik zal je zeggen waar het staat. Het staat in 2 Korinthe 5, ik hoop dat je nu even gaat opletten hoor, dat je dit moet je niet missen, want dat is het allerbelangrijkste voor de rest van je leven ook. Er staat in 2 Korinthe 5, en er staat dit, de liefde van Christus, dat staat in 2 Korinthe 5 vers 14, want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor alle gestorven is. En als één voor alle gestorven is, zijn we eigenlijk in principe allemaal gestorven. Als één van ons allemaal betaald heeft, hebben we allemaal betaald. En als één van ons allemaal gestorven is, dan zijn we allemaal dood. Ja, wat is er dan dood eigenlijk? Want we zijn nog springlevend natuurlijk. Nou, er staat in het volgende. En voor alle is hij gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven. Maar voor hem, die voor hen gestorven is en opgewekt. He, dus wat heeft Jezus nou voor ons, heeft Jezus nou ons van willen verlossen door zijn dood en opstanding? Dat is dat leven voor jezelf. Daar wil hij ons van verlossen, omdat het leven voor jezelf is het ergste wat er is. En we hebben dat niet door. Het leven voor jezelf is het ergste wat er is. Wie is ermee begonnen met het leven voor zichzelf? Wie was de eerste die ermee begon, het leven voor zichzelf? Nee, er was nog iemand die eerder was. Duivel. Het leven voor zichzelf. Hè? Ja, de duivel zelf, man. De duivel zelf is ermee begonnen. En daar heeft hij ons allemaal in meegenomen. Heeft hij ons allemaal, ja, toe verleid. Dat de hele mensheid is achter hem aangegaan door voor zichzelf te gaan leven. En het voor zichzelf leven, voor jezelf leven, dat is de oorzaak van alle ellende in de wereld. In het klein en in het groot.
is de allerafschuwelijkste zonde die er is. En we weten dat niet. En daarom zie je de meeste van ons, ook in de kerk, geheel of gedeeltelijk voor zichzelf leven. En daar zit alle ellende aan vast. Al je verslavingen zitten daar aan vast. En als je daar van af wil komen, dan moet je ophouden met voor jezelf te leven. Maar dan moet je voor Jezus gaan leven. En dan is Hij de baas over je leven en dan kom je overal goed doorheen. Dan bewaart Hij je voor al die ellende, voor al die verslavingen, voor alles wat je leven verziekt en bederft. De duivel die heeft er een hekel aan natuurlijk. Maar daar wil ik maar even verder over praten. Want jongens, als je dat niet doorkrijgt en je blijft geheel of gedeeltelijk voor jezelf leven, dan gaat het hartstikke mis met je. Vooral tegenwoordig. Omdat er zoveel verleidingen op je afkomen. He, dus als je zo wilt tekenen, zeg je, nou, er zijn twee manieren van leven. Je leeft voor jezelf. Dan ben je een leerling van wie? Als je voor jezelf leeft? Van de duivel. Of je leeft voor God. Of voor Jezus, hè? Nou, ben je dan een leerling van? Dan ben je een leerling van Jezus. Nou zijn er massa's mensen die 100% voor zichzelf leven. Of in ieder geval die 100% voor iets anders leven dan voor God. Toch? Vreselijk veel mensen die leven helemaal voor zichzelf. Maar waar zijn nou de mensen die 100% voor Jezus leven? Want die zijn er bijna niet. Gaan we nadenken, ja, wie leeft er nou helemaal voor Jezus? Die zijn er bijna niet. Ja, jullie, waar leef je voor? Nou, je bent natuurlijk geen heiden, hè? Want anders zou je hier niet zitten. Maar 100% van Jezus leven? Nee, ook niet. Daarom, de meesten die in de kerk zitten, die leven zo. 75% voor zichzelf en 25% voor Jezus. Nou, dat is al heel, heel veel hoor, want je leeft 24 uur, hè? Nou, dan heb je 8 uur lig je op bed. En 8 uur werk je voor je baas of je bent op school. En dan 8 uur heb je nog vrij. Nou, en als je nou die vrije tijd, als je dan nou eens 25% voor Jezus leeft. Nou, dat is toch wel 2 uur per dag. Dat is veel. 2 uur per dag voor Jezus leven. Echt helemaal voor Jezus leven. Er zijn maar weinig mensen die dat doen hoor. Maar ja, we gaan even verder. Dat is natuurlijk niks, hè. 75%. Nee, 50-50, dat is natuurlijk eerlijker, hè. 50% voor jezelf en 50% voor Jezus, hè. Ja, dat is ook nog niet goed, hè, maar dit is natuurlijk nog beter, hè. Dus, laten we zeggen, 25% voor jezelf. Nou, dan moet Jezus toch wel erg blij zijn, hè, van 75% voor hem. Nou, dat is ook nog niet helemaal goed. Stel je voor dat er eentje is die zit 10% voor zichzelf en 90% voor Jezus, hè? Zo. Nou, die wordt natuurlijk dominee, of evangelist, of zo, of weet ik veel wat. Hè, dus die kan heel mooi preken en zo, en die televisiedominees zijn er ook. En weet je wie er nou vreselijk blij mee is? Jezus of God? Nee, de duivel is er blij mee. Weet je waarom? Omdat hij met die 10% vastzit aan de duivel. En niemand weet er wat van, dat is allemaal in het geheim, hè? Het kan geld wezen. He, dus dat hij steelt of dat hij geld voor zichzelf houdt. Of seks, dat is vaak het geval. He. Dat er een stukje is in zijn leven, he, dat hij vastzit aan verslaving aan seks. Maar niemand weet het, hè? He. Dus man, dat is een geweldige prediker. En iedereen denkt, joh. En God die gebruikt het ook nog, he, al dat goede wat hij doet. Ja, waar haalt hij dat vandaan? Ja, het boeken en zo. En dat kan goed uitleggen en zo. Dus bijbelkringen misschien wel en een gemeente. Maar op een gegeven moment zegt de duivel, hey, wacht eens even, nou is de tijd rijp. Wat doet hij dan? Je hebt wel van die hondjes ook, hè, die aan zo'n lijntje lopen. Weet je, dat lijntje kan heel ver uit, net of het hondje vrij is. Hè, totdat de baas zegt, joh, we gaan naar huis. En dan wordt het lijntje ingehaald en dan loopt het hondje netjes achter zijn baas aan. Naar huis zit hij aan het lijntje vast. Nou, zo doet de duivel ook, die laat ons heel ver gaan zo. En dan heb je de nauwelijks nog niet in de gaten, joh, waar word ik gezegend? En plotseling, van het ene moment op het ander, zeggen ze, kom, we gaan naar huis. En dan zie je zulke mensen van het ene moment op het andere 100% in zonde vallen. Nou, jullie zijn nog jong, dus je kent waarschijnlijk die verhalen niet. Maar als je wat ouder bent, dan weet je allemaal van dit soort gevallen. En daarom zegt Jezus, jongens, dit is helemaal niks eigenlijk. Dat ertussenin. Hij heeft een vreselijke hekel aan. Weet je wat hij heeft gezegd? Ik heb liever dat je koud bent dan lauw.
Verdeeld, het is verdeeld. Hier ben je niet 100% toegewijd. Ik heb liever dat je koud bent dan lauw. En dan zegt hij, ik wou dat je koud was. Maar als je nou voor jezelf wil leven, hè, en dan, doe dat dan helemaal. En als je voor mij wil leven, doe het dan ook helemaal, maar niet ertussenin. Dat zegt Jezus. Niet ertussenin, dat heb ik zo'n hekel aan. Dat brengt alleen maar verwarring. Kom je nooit een stap verder. Kan niks met je beginnen zo. En dat staat in Openbaring, hè, staat er van, ik weet dat je heet was of koud, maar omdat je lauw bent, zal ik je uit mijn mond spugen, zegt Jezus. Hè. Jongens, daar wordt nooit over gepreekt. En daarom zitten er zoveel lauwe mensen in de kerk. De meesten zijn allemaal zo. En dan, ja, het enige wat dan gebeurt, is dat je, nou, de ene keer ben je wat meer toegewijd, de andere keer ben je net een jojo, ga een beetje heen en weer, maar je komt nooit hier, een stap verder. En daarom zegt Jezus van, ik wou dat je heet was, maar ik zal je uit mijn mond spuwen. Dit moet verdwijnen. Dit is de ergste kat. Als de mensen naar de hel gaan, dan is het mensen die verdeeld zijn. Die de indruk wekken van, ik hoor erbij. En in hun leven helemaal verdeeld zijn. En nooit een stap verder komen. Altijd, ja, als ze 10 jaar terugkijken, zijn ze nog precies hetzelfde. Is er niks veranderd. Maar hoe doe je dat dan, Dick? Hoe doe je dat? Nou ja, daar gaan we het over hebben. Ja. Ik bedoel, als je het echt ziet in uren, dat je zegt van 2 uur per dag. Ja. Dan moet je binnen school. Ik vertelde dat in een kamp. En toen waren er 2 jongens. En die waren kwaad, man. Ja, moeten we zeker allemaal zendelingen worden? Ik zei, nou ja, waarom niet, hè? Dat zou mooi zijn, hè? Ik zei, wat doen jullie dan? Nou, ja, die ene, die had een vader, die had een fruitkwekerij in Kestra. En dan waren ze, beide waren ze bezig om zich op te laten opleiden voor, om die fruitkwekerij over te nemen van hun vader. De ene zat in Deventer, geloof ik, op een school, en de andere zat in Wageningen. En toen zei ik, ja, maar voor wie doe je dat dan, hè, die fruitkwekerij straks? Ja, voor onszelf natuurlijk. Ik zei, nou, waarom niet voor Jezus? Voor Jezus, fruitkwekerij, voor Jezus, voor God. Nou, dat vonden ze zo belachelijk, alsof God interesse zou hebben in een fruitkwekerij. Ik zei, man, hij is er zelf mee begonnen. In paradijs, toch? Adem even, fruitkwekerij. Ja. Ik zeg, stel je voor dat je dat nou doet, hè. Dat je die fruitkwekerij zegt, heren, die fruitkwekerij voor u. En we willen het doen tot uw eer en die fruitkwekerij is helemaal van u. En wilt u het zegenen ook? En dan kan God het ook zegenen. Want als het voor hem gedaan wordt, tot zijn verheerlijking, dan kan hij er helemaal achter staan. Ik zeg, als er dan een keer ziekte is in het bedrijf, hè, en dan kun je de Heer om wijsheid vragen. Van, Heer, het is uw kwekerij, maar wilt u laten zien wat we ermee aan moeten? En het geld wat je nou verdient met die kwekerijen, wat doe je dan? Ja, ook voor onszelf. Ik zeg, mag geven. Laat het toch voor Jezus zijn. Hè, dan kom je zelf niks tekort. Ja, want God die weet wel dat je alles nodig hebt. Hè, dus als je het voor Jezus doet, ja, en je vraagt van, Heer, wat wilt u doen met ons geld? Nou, dan kun je er alles voor doen waar je God zegen over kan vragen, want het is zijn geld. Nou, dat vonden ze belachelijk natuurlijk. Hè? Alleen, ik heb ze daarna, is er een reunie geweest en toen begrepen ze het. En ik heb ze jaren later, want een hele tijd geleden al, heb ze weer opgebeld. En zeiden, nou, we zijn het nog niet vergeten hoor. In hoeverre dat ze het echt toepassen, weet ik niet hoor. Maar kun je een beetje voorstellen dat je alles wat je doet, kun je voor Jezus doen namelijk. Je kan het voor jezelf doen, hè, tot eigen eer en verheerlijking. Maar ook je studie en je vakantie, alles kun je voor Jezus doen. Van, Heer, ik wil het voor u doen, samen met u allemaal. Nou, dan zeg je, ja, maar wacht nou eens even, 100% kan toch alleen maar Jezus? Je kan toch niet van ons verwachten dat we 100% voor God leven? Nee, kan het niet, kan je niet 100% voor God leven. Denk je? Kijk, stel je voor, hè, er zit hier niet hoor, maar stel je voor, er is iemand hier, nou het kan natuurlijk wel, die 100% voor zichzelf leeft tot nu toe. Ja, echt helemaal alleen maar voor zichzelf. Egoïstisch, hè. Alles voor ik. En stel je voor dat hij nou vanavond denkt, jongens, dat is toch gevaarlijk, hè. En ik leef maar 1 keer. Ik ben een mannetje van 12 ambachten en 13 ongelukken. Ik begin overal aan en ik maak nooit wat af. Ik maak er toch tot nu toe al een puinhoop van, zoals het met mij gegaan tenminste. En ik ontmoette mensen die 100% van Jezus leefden. En denk je, hoe word je nou toch zo? Hè? Maar goed, daar zal het straks maar over hebben. Maar stel je voor, 100% van jezelf en dan ga je 100% van Jezus leven. Hè? Zo. Maar ja, dan weet je nog niks en je kan nog niks. En toch wil je 100% van Jezus leven. En dan zeg je tegen de Heer, Heere, ik wil zo graag voor u leven, maar ik kan nog niks. En ik weet nog niks.
Ik weet niet hoe ik goed moet bidden. Ik weet ook niet hoe ik mijn Bijbel moet gebruiken. Ik weet niet, nou, ik weet helemaal niks. Ik weet niet hoe ik met mijn dagelijkse dingen om moet gaan. Ook met verzoekingen, verleidingen en zo. Maar wilt u het me leren? En dan ben je 100 en kan dat kleine beetje, dat is toch 100%. Want hij is 100% toegewijd. Zijn gezindheid is 100%. En zo gauw als je dan hier bent, dat begint met niks, ben je een baby, om zo te zeggen, je weet helemaal niks, je kan helemaal niks, en dan ga je geestelijk groeien. Want dan gaat God je zegenen. En dan zijn er allerlei mensen die je op weg helpen, ook hier op zo'n club, hè, die verder zijn dan jij. En die leren je dan al die dingen. En zo ga je geestelijk groeien, met vallen en opstaan. En dat is heel belangrijk dat je dat weet, dat als je geen fouten mag maken, dan leer je nooit wat. He, dus hier maak je fouten bij het leven, omdat je het nog niet kan. Hè. We zijn pas bij Marco geweest, hè, het jongste kindje, dat probeert te kruipen, maar kan ze nog niet. Maar ja, dat is helemaal niet erg, want het hoort bij die leeftijd. En straks gaat ze leren staan en gaat ze lopen. En dan, iedere keer valt ze dan. Dat is helemaal niet erg, dat hoort gewoon bij het leerproces. Want ze is door en door gezond. En je verwacht niks meer dan dat van haar. En dan gaat ze leren eten, netjes met een vorkje misschien wel. Hè, dan zit ze te knoeien. Maar dat geeft niks, want dat hoort bij het leerproces. Hè, maar dat kindje wil zo graag. En daarom is het 100% aanvaardbaar, ook voor God. Al die fouten die je maakt in het leerproces, die horen er gewoon bij. En God die weet dat. En die zegt, joh, we leren het wel. We hebben een zoon, die is dyslectisch. Weet je wat het is, dyslectisch? Dan kun je niet lezen en schrijven, hè, goed. En hij had een vreselijk, vond het heel erg, want iedereen lachte hem uit op school. Behalve de meester. De meester die zag dat het jongetje zo graag wilde. He, dus iedere keer als hij weer zo een dicté had gemaakt en iedereen zat er om te lachen, kwam de meester naar hem toe. Henk Paul, je leert het wel hoor. We gaan er samen, gaan we er helemaal voor. En het jongetje, de grootste kluns in de klas, daar besteedde de meester de meeste aandacht aan. Dat bracht geen scheiding tussen de meester en hem. Nee, het gaf juist een enorme binding, omdat de meester was een goede meester. Jongens, en de Heer Jezus is een goede meester. Die weet dat wel, dat je zo'n kluns bent, dat je nog zoveel fouten maakt. Ja, had ik niet moeten doen, had ik niet moeten zeggen. En dan zei het weer tegen Jezus, nou, we leren het wel, joh. He, als je gezindheid maar goed is, daar gaat het om. Gezindheid moet goed zijn en dat kan volmaakt zijn. En daarom, iemand die hier is, die kan nog heel veel moeten leren. He, dat, bij ons is het hele leven, Jezus was alleen degene die volmaakt ook. Had hij ook alle lessen geleerd toen hij 30 was. Maar die hele tijd daarvoor heeft hij ook alles moeten leren. Met vallen en opstaan, weet je dat? Alleen zijn gezindheid. Vader, ik wil helemaal voor u leven. En dat was, daarom was hij aanvaard. Daarom was hij gerechtvaardigd. Daarom hoorde hij in het koninkrijk van God. En was hij ons dat voorbeeld. He, omdat hij zelf in verzoekingen geleden heeft. Al die lessen heeft hij geleerd. Kan hij ons volkomen begrijpen. Omdat hij dat zelf heeft meegemaakt. Is ook kind geweest. Snap je? En dan zeg je, nou ja, ik zal één ding zeggen, want ik kan er nog veel meer over vertellen hier. Snap jullie het een beetje eigenlijk? Ja? Maar dit, jongens, als je hier blijft zitten, dan mislukt je leven, echt. Voor tijd en eeuwigheid. Dan heb je geen kracht, geen motivatie om echt radicale keuzes te maken. Zoals Jozef. En maar als je hier zit, hè, dan ben je gerechtvaardigd en dan staat God 100% achter je. En God is ook een goede vader. He, die weet wat je en dus Marco, die een goede vader en José een goede moeder. En die begrijpen hun kinderen. Ik kan er uren over praten, maar snap je het een beetje? Nou, nog één vraag. Nou is het zo dat ik liefst graag pindakaas op mijn brood, hè? Heel dik als kan. En ook dik roomboter. Nou, jij niet, hè? Je steekt je tong, je houdt niet van pindakaas, hè? Nee, ik wel. En dan denk je, nou, als ik dat doe, hè, doe ik het nou voor Jezus of doe ik het voor mezelf? Nou, dat wist Paulus ook wel, hè? Want die kwam ook met deze vraag in aanraking. Van, ja, wat mag je nou eigenlijk, hè? En daar heeft hij over geschreven. En dat is een mooi stukje, moet je maar onthouden. Dat staat in 1 Timotheus, staat het, in 1 Timotheus 4, dacht ik. 1 Timotheus, daar hou ik mee op, hoor, anders wordt het te lang allemaal, hè. Vind je het saai? Vind je het erg saai? Zeg maar ja, hoor. Nee? Denk erom, hoor. Even kijken. 1 Timotheus 4. Oh ja, en er staat dit. Maar de geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat ze dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen. En wat zijn die leringen dan?
het huwelijk verbieden en het genot van spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen, die tot erkentenis de waarheid gekomen zijn. Want, en dan komt het, alles wat God geschapen heeft is goed, en niets daarvan is verwerpelijk, als het met dankzegging aanvaard wordt. Want het wordt geheiligd door het woord van God en door gebed. Dus als het woord van God er niks verkeerds over zegt, ja, dus als je kijkt naar, ja, als je vreemd gaat in je hart, hè, als je naar anderen kijkt en zo, en allerlei rare dingen doet en zo, dan staat Gods woord niet achter natuurlijk. Maar als er dingen zijn die God geeft, die zijn allemaal goed, alles wat God geschapen heeft is goed, als je het met dankzegging aanvaardt, daarom bid je ook voor je eten, dank je voor je eten. Hè. Doe je het toch allemaal, je dankt toch voor je eten? Nou, dat doe je, omdat, dan hoort het hier. Alles wat God geschapen heeft is goed, ook als je met vakantie gaat. Wat heb je nodig in deze tijd? Nou, dan kun je God zegen over vragen. Heer, ik wil het voor u doen. Hè, en dat ik weer tot rust kan komen. Dat ik weer mijn werk goed kan doen en zo voor u. Nou, dan wordt het geheiligd. Dus overal waar je God zegen over kan vragen. En waar Gods woord achter staat. Hè, dat is goed. En dan hoort het allemaal bij het koninkrijk van God. Ik sta ook graag wat langer onder de douche. Hè, een beetje geniet ik van de warme douche. Nou, dat doe ik ook voor mezelf. Nee, dan zeg ik, Heer, dank u wel. En dan neem je het uit Gods hand aan. En dan wordt het geheiligd wanneer God ervoor dankt. En ook die zelfbevrediging, hè? Daar hebben we het net over gehad. Nou, ik deed het al voordat ik in de puberteit kwam. Ik al heel lang. En toen kwam ik tot geloof. En toen deed ik het eigenlijk nog. En toen denk ik, ja, kan het eigenlijk wel. Hè? Ik doe er niemand verkeerd, schade mee of zo. Niemand heeft er last van. En je moet je neus ook af en toe snuiten, dacht ik ook nog. Ja, is dat nou verkeerd? En toen dacht ik aan deze ding, nou, alles wat God geschapen heeft is goed, als het met dankzegging aanvaard wordt. Dus de volgende keer, want ik wilde echt helemaal voor Jezus leven, ik wilde het echt weten, ik wist het niet. En toen heb ik echt God zegen over gevraagd van, Heere, wilt u het zegenen? En toen was het weg. De volgende keer weer. En dan wonderlijk, hoeft het niet meer. De derde keer weer. Want ik had echt een verlangen om helemaal voor God te leven, ook in die dingen. En toen dacht ik, verdraaid, dat hoeft niet meer zeker. En ik denk, nou, het is eigenlijk wel logisch, hè, want als ik dat doe, dan denk ik er ook allerlei, toch allerlei dingen bij, want dan zit er niks aan. En je gaat naar plaatjes kijken, ook zo, anders is er ook niks aan. Dat deed ik dan niet meer toen ik tot bekering was gekomen, maar ja. En toen kwam ik erachter van, jongens, dat hoeft niet meer. En tot op de dag van vandaag is het geen probleem meer geweest. Ja, want je denkt wel eens, als je trouwt, dan is het weer over. Nee hoor, dat gaat gewoon door. Dan kan ik een verhaal over vertellen van mensen die aan zelfbevrediging deden en gewoon doorgingen in het huwelijk ook. Heel raar, omdat je dan bezig bent met iemand anders in je hoofd. Ga je vreemd. He, dus ik ben ervan verlost, gewoon door dit toe te passen. Door God zegen erover te vragen, ook als je rookt. Ja, nou, de volgende keer als je weet, als je denkt, nou, Heer, wilt u het zegenen? Nou, dan, als je de volgende sigaret opsteekt, nou, dan wordt het geheiligd als het goed is. He? Ja. Ja. Maar zo kun je van alle verslavingen afkomen, als je eerlijk bent. Hè? Dan wordt het verlangen weggenomen. Wat zeg je? Ja. Dan wordt het verlangen weggenomen. Ja. En, nou, in ieder geval, je krijgt ook zicht op de dingen. Hè? Je gaat het zien zoals het echt is. Dat je iets aanpakt van de duivel. En dat je dus eigenlijk hiermee bezig bent. Hè? Snap je? Nou, dit is zo dit principe wat ik nu uitgelegd is zo belangrijk, jongens. Als dit goed zit bij je, dan komt het helemaal goed met je. Er was een meisje, dat was de eerste keer dat ik dit vertelde ergens, in een kamp. En ik kwam de afloop naar me toe en zei, nou weet ik het. Ik heb altijd voor Jezus willen leven, maar dat lukte niet. En maar nou weet ik hoe het komt. Ik was niet 100%. En dat is ze toen gedaan. Heeft ze gezegd, nou Heer, hier ben ik, wilt u het me leren? En tot op de dag van vandaag is het een heel nieuw leven gekregen. Gewoon door dit principe. Ik zou nog wat willen zeggen, maar dat gaat te ver. Dat Gods wet in je hart geschreven, het nieuwe verbond. Maar dat kun je wel eens een keer vertellen. Hè? Van hoe je dit toe kunt passen. Is dat duidelijk? Kun je er wat mee? Het boekje ding. Oh ja, dat boekje, dat is dan het grote verschil, hè? Dat kun je allemaal eentje van krijgen. Het is vooral het eerste gedeelte, denk ik. Wat? Het eerste gedeelte wat u vertelt. Dat ja, dat staat in dit boekje. Ik heb ook nog een, staat ook in een ander boekje, maar dat is uitverkocht. Maar heb ik er bij me. Ik wil het hier achterlaten, kun je het eventueel. Er staat ook op internet, de tekst. Er staan heel veel filmpjes, toch? Op internet, ja. Op uw site. Ja, ik heb een site en daar komt deze film ook op te staan. Dus als je wil weten, wil je het nog een keer zien of zo, wil je het een ander laten zien, dan staat dat hier. Ik zal het hier even opschrijven. Zo. www.
Baarsen, dat is mijn naam, hè, baarsen.com. En dan zou het zeggen bij Sliedrecht maar. Sliedrecht. Er staan nog meer dingen op Sliedrecht, maar dan moet je even naar beneden scrollen. Hè. Dan kom je vanzelf op het grote verschil. Hè, op deze avond terecht. Ja, en dan zou ik ook wel de link geven naar de tekst van Alles of Niks. Ik heb hier, ik zal er eentje aan de leiding geven. Kijk hoor. Kijk dit. Maar eens kijken. Maar het is uitverkocht, jammer genoeg. En ze willen het niet meer herdrukken, dus... kom misschien nog een keer. Zullen we even stil zijn, dat iedereen voor zich even de balans opmaakt? Misschien dat je zegt, nou voor het eerst zie ik wat er bij mij ontbreekt. En dan kun je nu al zeggen, meneer, ik wil voortaf de rest van mijn leven voor u leven, maar wilt u het maar laten zien hoe het moet? En dus, wij doen het al 50 jaar, mevrouw en ik. Of, mevrouw is korter geloof ik, hè? Ik doe het 50 jaar, mijn kinderen ook. Die leven allemaal zo. Jongens, dan staat God helemaal achter je. Kan hij je zegenen. De duivel zit niet stil hoor, hij maakt het mij ook wel eens moeilijk. Maar dit is het geheim. Even stil zijn.